Yo guys, Job hier, aka YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan wij een kijkje nemen naar 10 dingen die lijken op voedsel. Oftewel op iets wat je graag zou willen eten, maar wat je absoluut niet zou mogen eten. Omdat je anders letterlijk dood zou gaan. Dit gaat sowieso een hele toffe video worden. Like deze video als jij soms dingen tegenkomt in het dagelijks leven waarvan je denkt, dat ziet er eigenlijk best wel lekker uit. Maar als ik dat eet, heb ik waarschijnlijk een probleem. Abonneer even op mijn YouTube kanaal en laten we gaan beginnen. Op nummer 1 hebben we deze man. En deze man die staat bij een steen die gewoon freaking lijkt op bacon. Dit lijkt gewoon letterlijk op freaking bacon. Wat kan ik er nog over zeggen? Deze man die wijst er ook echt zo na van, what the hell, dit lijkt op bacon. Ik heb zin om het te eten, maar ja, als je een steen eet, dan leef je waarschijnlijk niet heel erg lang. Op nummer 2 hebben we deze man die vanuit zijn auto een foto heeft gemaakt van deze bomen. En oh my god, deze bomen die zien er letterlijk hetzelfde uit als broccoli. Ik bedoel, nu ben ik iemand die niet heel erg van broccoli houdt, dus ik zou niet echt heel erg aan watermonden of zo wanneer ik dit zou zien. Maar deze bomen die lijken op freaking broccoli. Maar echt gewoon letterlijk 1 op 1. Oh my god. Dit is dus schijnbaar een of andere juweel. Een soort van gemstone. Het is dus eigenlijk gewoon een soort van steenachtig iets. Wat je kunt vinden in de bergen. En het lijkt op een freaking chocoladereep. Of niet zozeer op een chocoladereep. Maar meer op allemaal van die kleine chocoladebrokjes die uit een reep zijn gebroken. En vervolgens allemaal bij elkaar zijn geduwd. Dus als je dit ziet denk je van, hey, een lekker hapje chocolade. Maar wanneer je er een hap van neemt, heb je waarschijnlijk minder tanden in je mond zitten. Dus ik raad je aan om een beetje voorzichtig te zijn daarmee. Oh my god, dit lijkt op die ravioli dingen die je kunt eten. Op die kleine schelpjes gemaakt van pasta die dan bijvoorbeeld gevuld zijn met iets van groente. Alleen deze raad ik je niet aan om op te eten, want dit zijn schijnbaar baby stingrays. Oftewel van die kleine baby platvisachtige dingen. Nee, die moet je niet eten. Dat zou best wel erg zijn. Dit lijkt op tiramisu. Jullie kennen dat natuurlijk wel. Het is een soort van toetje met een beetje de smaak van alcohol erin. En je zou zeggen dat dit dat is. Dat dit dus letterlijk een toetje is waar je gewoon lekker happen van kunt nemen. Maar nee, dit zijn letterlijk voetstappen ergens gemaakt in een freaking woestijn. Dit kun je dus niet eten. Tenzij je de smaak van zand lekker vindt. De volgende is dit. En in eerste instantie zou je zeggen dat dit een aardappel is waar je een lekkere Hollandse stamppot van kunt maken. Maar daar heb je dan wel een hele sterke stamper voor nodig. Want dit is namelijk een freaking steen. Dit kun je dus ook niet eten. Oh my god, jongens en meisjes. Dit lijkt letterlijk op een soort van balletje vlees of zo. I don't know. De binnenkant lijkt in ieder geval op vlees wat je zou kunnen eten. Maar dit is dus de binnenkant van een golfbal. Dit is dus hoe de binnenkant van een golfbal eruit ziet. Gewoon iets wat je letterlijk bijna gelijk zou willen opeten. Deze heb ik inderdaad een keer op Instagram gezien, geloof ik. Die puppies op de linkerfoto. Als je daar in één oogopslag overheen kijkt, zou je bijna zeggen dat dat van die fried chicken drumstick zijn van KFC. Maar nee, eet ze niet op. Het zijn namelijk freaking puppies. Ja, deze spreekt denk ik redelijk voor zich. Deze freaking bomen in de straat van de persoon die er een foto van heeft gemaakt, die lijken op ananassen. Oftewel, het huis van SpongeBob. Volgende is een freaking paddenstoel die iemand heeft gefotografeerd in de natuur. En het zou bijna gewoon lijken op een donut die een soort van gecoverd is met chocoladesaus. En als ik het zo zeg, heb ik gewoon letterlijk zin om ergens nu een doos met donuts te halen. Maar inderdaad, het lijkt gewoon op een freaking donut. Oh my god, jongens en meisjes. Dit is letterlijk een tandenborstel met tandpasta. Alleen als ik deze tandpasta zou zien, zou ik bijna denken dat het een stuk freaking zalm is. Wat ik dus letterlijk op brood zou kunnen leggen en zou kunnen opeten. Oh my god, jongens en meisjes. Je zou in eerste instantie zeggen dat dit op brood lijkt. Zeg maar brood wat zo uit elkaar getrokken is. Maar dit is eigenlijk een stuk zeep wat in de magnetron is gedaan. Als je dus een stuk zeep in de magnetron doet en je haalt het eruit en je scheurt het doormidden, dan lijkt het gewoon op brood. Zo zou je eigenlijk iemand best wel goed kunnen pranken. Als je dit dan in de kast neerlegt en een van je matties die smeert de pindakaas op en die wilt het gaan opeten, dan heeft hij letterlijk zeep in zijn mond. Dus deze guy die is koekjes aan het maken in zijn keuken met van die kleine stukjes deeg. En zeg maar de reflectie daarvan, van dat hij die koekjes aan het maken is op die soort van pan, dat lijkt op een mega chocolate chip cookie. Dus hij is eigenlijk al koekjes aan het maken op een soort van dienblad. En als je dan de weerspiegeling daarvan ziet, lijkt het alsof hij een mega cookie, chocolate chip cookie op tafel heeft liggen. Oh my god, jongens en meisjes. Je zou zeggen dat dit een stuk vlees is. Gewoon een stuk biefstuk wat je in de pan zou kunnen leggen. Maar eigenlijk is dit een stuk zeep. Dit ziet eruit als een grilled cheese sandwich. Oftewel een overheerlijke tosti. Maar in realiteit is het een steen. Iets wat je dus beter niet kunt gaan opeten. Oh lol, dit matras lijkt op een enorme ice cream sandwich. Die zijn in Amerika heel erg bekend. Dan heb je zeg maar zo'n stuk chocoladekoek met daar midden in ijs en daaronder aan weer een stuk chocoladekoek. En deze matras, dit matras, lijkt daar gewoon letterlijk op. What? Dit is letterlijk een tuinslang. Maar de kleur van die tuinslang ziet er zo hetzelfde uit als een banaan. Dat je bijna zou zeggen alsof dit een huge ass opgerolde banaan is of zo. What the hell? Oké, dit is dus wederom ook geen banaan. Het lijkt er namelijk precies op. Maar dit is een blad uit een boom.
Zo zou je eigenlijk best wel goed getrold kunnen worden door de natuur en iets gaan eten wat totaal niet eetbaar is. Hier hebben we wederom weer een paddenstoel gevonden die iemand heeft gevonden tijdens het uitlaten van zijn hond. En het lijkt op een enorme chocoladedonut. Als je daar een hap van neemt, ga je waarschijnlijk de raarste dingen zien. Dit is een stuk schuurpapier. En als je het op een bord legt, zou je in eerste instantie zeggen dat het een stuk vlees is. Maar het is dus letterlijk gewoon een stukje papier. Dus dat moet je niet eten. Dat is heel slecht voor je. Oh lol, dit zijn van die dingetjes die mensen gebruiken om mee gewicht te heffen. Die ze zeg maar gebruiken om grotere armen te krijgen. En als je ze vanaf dit perspectief bekijkt, lijken het letterlijk op gewoon huge ass mega M&M's gewoon. Oh my god, dit is gewoon letterlijk een kwal. Een kwal, dat zei ik heel raar. Dit is een kwal en het lijkt alsof er een of andere omelet een stuk ei gewoon door de oceaan heen zwemt. Dit lijkt letterlijk op een ei. Hier heeft iemand een foto van zijn garagedeur gemaakt en die zegt dat het er precies hetzelfde uitziet als een huge ass chocoladereep. Oh my god, dit lijkt op een of andere regenboogcake, maar in realiteit is dit dus letterlijk gewoon gekleurd sneeuw. Ik wist niet dat mensen tegenwoordig sneeuw konden kleuren, maar dit is geen regenboogcake, het is dus letterlijk gewoon sneeuw. En het hoofd van deze baby lijkt op een freaking kiwi. Het is wel heel erg belangrijk dat je je baby niet verwart met eet. Want anders heb je een heel erg groot probleem. Lol, dit is letterlijk een bloem. En het lijkt alsof zeg maar elk blaadje van die bloem gewoon een of andere bacon strip is. En ik hou echt super veel van bacon. Stel voor je zou echt een baconboom hebben. Een boom die gewoon stukjes bacon zou laten groeien. Oh my god, dat is de beste uitvinding ooit gewoon. Besef jongens en meisjes, dit is gewoon letterlijk een bord met allemaal een soort van gekneden aarde erop. Dus letterlijk gewoon zand uit de grond. En als je er zo naar kijkt, lijkt het gewoon op gefrituurde kip. Dat zou echt heel lullig zijn als je een hele dag hard hebt gewerkt op school of gewoon ergens op werk. Je komt thuis, je ziet dit op de vensterbank liggen, je denkt, oh my god, fried chicken. En als je een hap neemt, heb je zand in je mond. Dat is echt super kloten. Nou ja, jongens en meisjes, laat in de comments weten welk van deze dingen jullie het meest op een soort voedsel vinden lijken. En of jullie ooit eens een keer in real life iets zijn tegengekomen wat super erg op eten leek, maar gewoon totaal niet eetbaar was. Bedankt voor het kijken, like deze video als je dat niet hebt gedaan. Abonneer op mijn YouTube kanaal en tot de volgende keer. Adios.